Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Lolupke en vandaag zal ik jullie leren hoe je Stretched Resolution kan krijgen in Fortnite Battle Royale Season 9. In de naam staat er enkel voor AMD en dat komt omdat ik een AMD grafische kaart heb, namelijk de AMD Radeon RX 590. En de mensen met een Nvidia grafische kaart, wel, die moeten een andere video zoeken, helaas. Maar het zijn drie stappen, drie makkelijke stappen. En als je meedoet wat ik doe, is het helemaal niet zo moeilijk. Dus stap 1, ga naar verkenner. En dan moet je gewoon naar deze pc. Of ja, eigenlijk kan je gewoon blijven waar je wilt. Dan klik je ergens in deze balk om gewoon deze woorden weg te zetten. En dan in plaats daarvan typ je %updata% en klik je gewoon enter. Dan kom je hier. Vraag me niet waarom er Minecraft staat. Maar nu moet je opletten. Want hier van boven staat er appdata roaming. Je moet gewoon naar appdata, dus je klikt op appdata. Daarna klik je op local. En zoek je Fortnite game. Bij mij staat hij hier onder Epic Games Launcher. Dus het is makkelijk om te vinden. Voor mij toch. Je dubbelklikt heel de tijd door tot hier. Hier kies je dan het tweede, namelijk config. En dan Windows Client. Dan kom je hier bij Game User Settings. Wat moet je doen? Rechtermuisknop. Of ja, eerst klik je het aan, dan rechtermuisknop. En ga je naar eigenschappen. Bij jullie zal het zo staan. Maar wat moet je doen? Je klikt op alleen lezen, zodanig dat het vinkje weg is. Toepassen, en dan oké. Dat zorgt ervoor dat je het bestand kan aanpassen. Dus dan dubbelklik je er gewoon op. En zoek je voor resolutie. Dus bij mij staat de eerste resolutie. Eventjes kijken hier. Dus wat moet je doen? Gewoon aanpassen naar wat je wilt. Dus voor mij zal dat 1440 zijn. Hier ook. Dus zie je hier de resolutie. En dan een beetje lager. Hier. Staat hetzelfde en moet je het weer aanpassen. Dus dan wordt dat weer 1440 op 1080. En hier ook 1440 op 1080. Nu moet je zorgen dat je het bestand opslaat, anders zal het niet werken. Hier zijn we klaar, je kan hier alles wegklikken. En dan moet je naar Radeon instellingen. Dat kan je makkelijk doen door gewoon op je bureaublad rechtermuisknop inklikken. En dan Radeon instellingen. Dan komt deze pagina naar boven en moet je naar beeldscherm. Dan kom je bij aangepaste resolutie. En natuurlijk moet je dat maken. Dus de horizontale resolutie is waar het stretched wordt. En dat moet hetzelfde zijn als in het document van daarstraks. Dus bij mij was dat 1440 op 1080. En hier bij head timing weergave moet het ook terug veranderd worden naar hetzelfde als de horizontale resolutie. Dan gewoon opslaan. Oké. Nu zal de video hier er wat raar uitzien, normaal. Of ja, de video zal er nu normaal een beetje raar uitzien. Maar dat komt omdat het is veranderd naar stretched. Of ja, nu nog niet helemaal, maar het is aan het veranderen. Dus straks zal de video anders zijn. Als je nu rare randen krijgt, wat normaal niet zou mogen... Dan moet je gewoon een beetje spelen met de HDMI-schaal. Want nu heb ik hem op 2% en zie je al een beetje randen. Normaal. Ik weet niet of jullie het nu zien. Nee, jullie zien het niet. Maar waar mijn muis nu zit, daar komen er heel de tijd meer en meer dikke randen. Of ja, dikker en dikker. En om dat te vermijden moet je gewoon met de HDMI-schaling spelen. Dus nu staat hij goed. Dit mag je nog niet sluiten. Wel minimaliseren. Dus dan de laatste stap.
gewoon rechtermuisknop en naar beeldscherminstellingen. Dan zie je ergens resolutie staan en dan kan je dat veranderen. Nu moet je gewoon je gemaakte resolutie vinden. Dus bij mij was dat 1440 op 1080. Dus die klik je aan en alles zal veranderen. Voilà. Nu zullen jullie een raar beeld zien. Zoals hier is het nu zwart. Dat is gewoon omdat ik opneem in 1080 pixels. En dat moet zo blijven. Dus ik kan het niet veranderen. Maar ja. Als je uiteindelijk Fortnite opstart, want dat waren alle instellingen, zal Fortnite nog niet stretched zijn, maar wel bijna. Dit mag uiteindelijk al dicht. En als je ergens randen hebt, gewoon hiermee spelen en zorgen dat dit op volledig deelvenster staat. Dus dat mag dicht. En als Fortnite opgestart is, zie ik jullie terug. Oké, dus. Ja. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Ik gebruik persoonlijk toch nog altijd liever de normale 1080p instellingen. Maar wie vroeger gewend was om hierop te spelen, zal het natuurlijk terug leuk vinden.